natuurlijk hartstikke leuk dat we een NK organiseren voor teams. Alleen het is wel heel veel werk in de voorbereiding. En dan ga ik niet zeggen dat ik dat gedaan heb. Het enige wat ik heb gedaan is de springers voorbereiden op de wedstrijd. Dat is mijn taak. En we hebben voor de rest een ontzettend sterk team van heel veel mensen die van tevoren nadenken over hoe we zo'n NK organiseren. En natuurlijk ook heel veel helpende handen op de dag voor het NK en vooral op het NK. In totaal zijn er wel meer dan 30 vrijwilligers nodig. Zoveel vrijwilligers heb je nodig. En dan weet ik zeker dat ik er ook nog een aantal ben vergeten te filmen. Heb ik het nog niet eens gehad over de vlaggenjongens en vlaggenmeisjes die met de vlaggen bij de opmars lopen. Dat zijn allemaal jonge trifferspringers. Ook niet gehad over alle juryleden die er nodig zijn om een wedstrijd te organiseren. En de vrijwilligers van de Landelijke Technische Commissie, de LTC Trampoline van de KNGU. Zonder hun kunnen we dit ook niet doen. Dus iedereen hartstikke bedankt. En dan gaan we nu kijken naar de beelden van het NK. De dag van het NK is hier. NK voor teams. Trifus doet met 9 teams mee, maar liefst. Met 9 teams. Dat hebben we nog niet eerder gepresteerd. Ja? Ik heb er zin in. Gaat leuk worden. Ja. Het is de eerste keer dat het Nederlandse kampioenschap door de KNGU wordt georganiseerd in samenwerking met onze trampolinevereniging Trivis. Wie heeft het gemaakt? Mijn vader. Je vader heeft het gemaakt? Nou, hij heeft de foto gemaakt, maar die foto is dan door iemand anders op de spandoek laten maken. Vet mooi.